Welkom bij Studio Vlaams Parlement. Over die klimaatdoelstellingen dus. De nieuwe minister, zoal Demir erover gehoord, ze heeft plannen, ze gaat de zaken uitwerken. Ze moet zich vooral ook nog wat inwerken, merken we. De vraag werd gesteld door Groen bij ons, Christine Wegen. Goedemiddag. Middag. Vroeger Natuurpunt, nu een van de nieuwe parlementsleden hier. Wat je wel minstens van deze nieuwe regering kan zeggen, is dat ze wel eerlijk is. Ze zegt gewoon weg, de doelstellingen voor 2020, we halen ze niet. Dat klopt. Ik heb ook in mijn vraag duidelijk gemaakt dat ik dat wel apprecieer van de minister, dat ze die eerlijkheid heeft. Nu, 2020 is eigenlijk ook een vrij modeste doelstelling. Het zit in een traject naar richting 2050. Ja, want even op die 20, de bedoeling was dat we die uitstoot vergeleken met 2005, 15, iets meer dan 15% zouden verlaagd hebben. Het is maar 10%. We komen er niet. De minister gaf ook meteen toe, daar zal ook niks meer aan veranderen, want het is bijna 2020. Een gemiste kans, waar is dat misgelopen? Want als we de voorgangers hoorden, leek het wel te lukken. Ja, maar ik denk dat iedereen die wat thuis is in het klimaatdebat wel wist dat die doelstelling niet gehaald ging worden. Alleen is het zo dat de voorgaande ministers altijd beweerd hebben dat dat wel zo was. En daar bijvoorbeeld aan koppelde dat het ook bijvoorbeeld afhing van een strenge winter of een niet zo strenge winter. Maar structureel wist iedereen dat we niet klaar waren om die doelstelling te halen. Hier zei ze ook op een moment, ja, dat zal afhangen van de zon en de wind. Ja. Dat is natuurlijk geen politiek, hè. Je moet een aanpak hebben. Ja, dat klopt. En dat kan je allemaal nog als argument gebruiken naar richting die lage doelstellingen in 2020. Maar als je dat in een traject ziet naar 2030 en verder, waar we echt koolstofneutraal moeten worden, ja, dan zullen we er zo niet komen. Dan hebben we echt heel andere maatregelen nodig. Want even over 2020, nadien dan over later, wanneer we die doelstellingen niet halen, dan zal het zo kunnen zijn dat wij kredietuitstootkrediet moeten gaan kopen elders. En dat zou dan, we hebben er kooprecht op, Wallonië zijn. Ja, dat zit er dik in, dat wij voorkooprecht hebben op die extra's die Wallonië ter beschikking heeft. Wallonië haalt zijn doelstelling ruim en dus daar kan je dat overschot dat Wallonië heeft opgebouwd overkopen. En dat is dan blijkbaar het plan van deze Vlaamse regering. Ja, dan moeten zij, ik las ergens, 40 miljoen euro daarmee over de bus komen om dan propere lucht te kopen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is toch wel echt een schande, hè. Nu, ter verdediging, de regering zegt wat in ons regeerakkoord staat, overal, her en der hebben we maatregelen die in die klimaatpolitiek passen. Tegen 2030, zeggen ze, halen we het wel. Dat zijn twee legislaturen. Ja, maar kijk, er is een ontwerpplan gemaakt, een nationaal plan, waar ook onze Vlaamse regering haar aandeel in heeft. Dat is ingediend bij Europa, want Europa wil zo'n plan van elke lidstaat om te zien, zit men op spoor om die doelstelling te halen. Dat plan is beoordeeld door Europa. De Europese Commissie heeft dat teruggestuurd in juni en heeft gezegd, dit plan volstaat absoluut niet om die doelstelling 2030 te halen. Dus het wist men allang. In juni stond het zwart op wit. Ja, en dat is wat mij wat verbaast. Hè. Deze regering, die ook trouwens dezelfde is als de vorige regering, wist dat dit plan eigenlijk niet volstond, dat Europa daar duidelijk grote opmerkingen op had. Er zijn andere adviezen gegeven waar men ook over beschikte, die eveneens zeiden dat het niet zou volstaan. En dan is het toch vreemd dat in het regeerakkoord, waar men wel zegt de doelstelling te willen behouden, dat men daar eigenlijk geen extra maatregelen ziet die ons moeten doen overtuigen dat dat ook haalbaar gaat zijn. Ja, want de minister vertelt dan wel dat ze het zal bestuderen, dat ze naar commissies zal luisteren, administratie gaat aanspreken, een plan. Veel mensen gaan zich al afvragen, er zijn toch al klimaatplannen? Maar goed, het lijkt wel wat de vis verdrinken, alsof dit allemaal nieuw is. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Hè. We weten al lang dat we dat traject moeten gaan lopen, dat we naar die klimaatneutrale maatschappij moeten. Dat is echt een werk van lange adem. Dat zal heel grote inspanningen vergen en ook grote investeringen. Maar elke lidstaat wordt daartoe geacht. De Europese Commissie heeft bij monden van de commissievoorzitter een heel sterke ambitie ook uitgesproken om van Europa een klimaatneutraal continent te maken als eerste. En het zou heel erg zijn als wij in Vlaanderen zouden achterblijven terwijl er wel ambitieuze plannen zijn in Wallonië, Brussel, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk, onze omringende landen, Scandinavische landen. Wij dreigen zo een eiland te worden dat achterblijft. En we gaan zo heel veel kansen missen voor onze economie. Weet dan natuurlijk wat veel mensen dan zeggen is van, u noemt het zelf, een eiland, zo'n klein lapje grond, dat kleine Vlaanderen. Ja, wat kunnen wij nu betekenen in heel die wereldproblematiek? En dan kijken mensen naar grote landen, zoals ontwikkelingslanden, China en zo meer.
Ja, dat klopt natuurlijk. Hè. Europa zelf is maar verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de totale uitstoot. Maar wij hebben in het verleden ook aangetoond dat wij als continent voortrekkers kunnen zijn. Dat wij innovatiekracht hebben, dat wij echt de middelen, de brains hebben om te evolueren als maatschappij. En het is echt een uitdaging. We moeten het zien echt als een opportuniteit. En deze Vlaamse regering, spijtig genoeg, ziet dit vooral als een bedreiging. Ja. Terwijl andere landen rondom ons wel de kansen zien en de opportuniteiten. En waarschijnlijk daar ook de meest vruchten van zullen plukken dan. Ja. Nog even over uzelf. U bent nu nieuw in het parlement, maar ook niet helemaal. U was vroeger al kabinetchef, toen de Groenen mee in de regering zaten. Ja. Klopt. Ja, dat is natuurlijk een hele tijd geleden. Dat was de periode begin jaren 2000, 2001 tot 2004 was ik kabinetchef bij minister Vera Duha. Ik heb dan wel afstand genomen van de politiek en heb mij op een andere manier maatschappelijk geëngageerd. Tot bij Natuurpunt, waar u... Ja, de laatste 7 jaar was ik directeur bij Natuurpunt. Om hier terug te zijn, terug in die politieke arena waar het er anders aan toe gaat, dan achter de schermen aan dat klimaatverhaal mee sleutelen? Ja. Wel, ik heb ook bij Vlaams Parlement Televisie een beetje moeten zeggen wat zijn mijn ambities hier. En ik ga mij bezighouden met klimaat, bij uitstek een thema op lange termijn. En ik ga toch ook proberen dat vol te houden om toch te kijken op die wat langere termijn en te proberen die aandacht in het parlement te krijgen. Ja. Niet op alles te schieten wat beweegt. Dat is een voornemen dat ik mij genomen heb. Ik besef dat moeilijk zal zijn. Klimaat is een belangrijk thema, eens te meer voor uw partij. U wordt dus de komende jaren hier de klimaatmandant voor Groen. Zo gaat u... Dat zal zo zijn, ja. 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 Oké, dank u wel dan voor dit eerste gesprek hier over dat klimaat. We volgen verder die plenaire zitting, dus die bijzondere zitting eigenlijk. Het is de eerste keer dat die nieuwe ministers worden ondervraagd door het parlement.